Purp. Het programma voor rehabilitatie van onze historische binnenstad wordt in een nieuw jasje gestoken. En wel met de slogan Recharging the Historic Town. De branding en de strategische communicatie zijn aangepast, zodat Purp meer bekendheid krijgt. Het programma Purp is in het leven geroepen om te voorkomen dat onze historische binnenstad van de werelderfgoed wordt gehaald. Binnen dit programma wordt er gezorgd voor verfraaiing van de waterkant, wordt het parkeerbeleid aangepakt en worden diverse overheidsgebouwen gerenoveerd. Hiervan wil de organisatie voortaan de gemeenschap goed op de hoogte houden en waar nodig ook direct bij betrekken. Karin Revos, Communication Director, geeft aan dat de Stads International is aangetrokken om te zorgen voor de nodige bewustwording over onze erfgoed in de binnenstad. De informatie zal dan ook in verschillende talen worden gedeeld. We hebben dus vooral alles voorbereid met betrekking tot de social platforms, printmateriaal, etc. De radiospots en de televisie en al dat soort kleine Facebook boost filmpjes, die komen de komende periode. Die zult u dan zien en die zult u niet alleen offline zien, maar ook online. Wat de taal betreft, uiteraard, naast het Nederlands hebben we nog 3 etnische talen, noem ik het even, waarin de spotjes duidelijk zullen aangeven, heel kort, wat Purp is. En iedere keer 10, 15 seconden, niet te lang. We gaan niet met hele grote infomercials komen. Er is nu een prachtige film gemaakt door de IDB, recent. En die komt de komende week op de website. En die is inderdaad iets langer, maar die geeft een goede geschiedenis weer en een goed beeld weer van waar praten we eigenlijk over als je het hebt over die historische binnenstad. Dus nogmaals, de 3 etnische talen naast het Nederlands zijn uiteraard het Surinaams en het Javaans en het Hindoestaans. En wij zullen dus ook de etnische stations accommoderen en zorgen dat we daar ook spotjes uitzetten op primetime. In elk geval zullen we de eerste 3 tot 4 maanden agressief in de media zijn, zodat iedereen in 1 keer weet waar het over gaat. En dan zullen we natuurlijk later iets afbouwen en dan weer terugkomen. U weet wel, het is een bepaalde strategie die je gebruikt, online en offline. Om meer bekendheid te geven aan Purp, gaat de organisatie ook jongeren informeren. Revos zegt dat er zelfs wordt gewerkt om het onderwerp erfgoed op scholen te onderwijzen. Jongeren moeten niet alleen via de traditionele media worden benaderd als het aankomt op de werkzaamheden van Purp. Scholen worden rechtstreeks, met name VOS en VOJ, worden eerst los van de sociale platforms, Instagram, TikTok, etc. We zullen heel creatief zorg dragen dat de jongeren weten waar het over gaat en hoe belangrijk het is, want zij zullen deze stad erven. Wij hebben 3 ondersteunende teksten om ons erfgoed te behouden. Dat is nu dat u dat weet. Waarvoor is Purp? Recharging the Historic City. Om ons erfgoed te behouden. En we hebben straks een andere support. En we hebben erfgoed in onderhoud. Dat is voor iedereen. Wanneer u langs de gebouwen loopt, dan zult u dit zien. Erfgoed in onderhoud. Dat iedereen die langs loopt weet. Het is ons erfgoed in onderhoud. En de derde die straks naar buiten komt. Wij erven deze stad. We zullen jongeren op een hele andere manier laten communiceren met de gemeenschap. Wij erven deze stad, wij zijn verantwoordelijk voor hoe dat wordt, straks wordt voortgezet. Purp wordt gefinancierd door de IDB. Voor het hele programma is er 20 miljoen Amerikaanse dollar vrijgemaakt. Purp heeft voortaan ook een website en een Facebookpagina die vanaf vandaag toegankelijk zijn.